vind juist heel erg leuk dat je met je penselen en met je verf gewoon de echte werkelijkheid te lijf gaat. Ik denk, als ik mezelf zou moeten omschrijven, dat ik een figuratief schilder ben. Maar het is niet zo dat ik met alleen stillevens of alleen landschappen of alleen portretten bezig ben. Ik probeer zoveel mogelijk verschillende onderwerpen te schilderen. Ik heb wel sommige schilderijen gemaakt waar glanzende dingetjes in zitten. Dat klinkt misschien heel gek, maar dat grote schilderij met die verjaardagsballon, die grote 8, dat soort dingen vind ik altijd heel boeiend. Hier ook in mijn atelier heb ik allerlei verpakkingjes hangen en aluminium bakjes. De meeste mensen mikken dat gewoon weg, maar ik vind dat echt heel prachtig. En ook glanzende bakvormen en oude flesjes en zo. En die paaseitjes die ik heb geschilderd, dat soort dingen spreekt me heel erg aan. Ik denk dat ik het voor mezelf boeiend probeer te houden door allerlei onderwerpen te nemen, zoals die buitenschilderijtjes en landschappen. Er zijn zoveel mooie dingen te vinden altijd in het leven, in de tuin. En soms loop je ergens en dan vind je een hele mooie schedel en probeer ik daar een schilderijtje van te maken. Ik probeer het een beetje breed te houden. Ik denk dat mijn werkproces elke keer anders is. Ik heb zo'n klein schilderkistje, daar kan net een klein paneeltje in en dan ga ik daar soms mee buiten zitten. En dan is het vaak zo dat je na een paar uurtjes schilderen echt een heel leuk klein schilderijtje hebt gemaakt. En heel soms probeer ik daar ook wel eens grotere varianten van te maken, maar dat lukt eigenlijk nooit zo goed. Het is echt dat het in het moment geschilderd wordt het meestal het best. En verder, als ik op de vismarkt loop en ik zie mooie vissen liggen die supermooi glanzen, dan denk ik wauw, dat moet ik ook proberen te schilderen. Maar ook paprika's en alle mooie vruchten die er liggen. Meestal is het zo, als je aan het werk bent, dan zie je steeds dingetje dat je denkt, nee, dat moet nog iets donkerder of iets lichter of een scherper randje of een vager randje. Maar als je naar het schilderij kijkt en er is niks meer wat je opvalt om nog te veranderen, dan is het klaar, denk ik.